en de dingetjes. Maar ik heb echt een... Steenbergen is voor mij een hele belangrijke plek. Maar je ging wel een spreekbeurt over rassenhaat houden. Ja, op middelbare school. Dat was middelbare school, ja. Ja. In de basisschool was het Marokko. Spreekbeurt over Marokko. Ja. En Steenbergen kwam hoe lang geleden? 1,5 jaar of zo. Ja. In het nieuws met het asielzoekerscentrum. De bekende beelden met de piemel erin. Ja. Jij zat daar vanuit je huidige woonplaats Rotterdam naar te kijken. Wat dacht je? Dat was een heel heftig moment. Dat was voor mij eigenlijk de trigger om te beginnen met die beweging Iedereen. Waarmee we uiteindelijk met 10.000 man door Amsterdam hebben gelopen. Daar is mee begonnen. Ja, voor mij was dat moment was voor mij echt de druppel. Ik bedoel, we waren al maanden, al dan niet, misschien al een jaar, kreeg je alleen maar lelijkheid over alles wat maar met vluchtelingen te maken had. En frames. En nu was het opeens jouw warme nest. Dit was mijn plek. Ja, dit was mijn nest inderdaad. En ik zag allemaal mensen die ik van vroeger kende die... Ja, dat soort lelijkheid. Je zag echt de bekende koppen. Ja, zeker. Iedereen kent elkaar in Steenbergen. Dus als ik zo die foto zie, dan zie ik mensen die ik ken. Ja, dat is heftig. Dat is niet de Steenbergen die je kent. En het is ook niet het is jammer dat dit natuurlijk weer aan bod komt. Want toevallig sprak ik een paar weken geleden Wietse Visser, die ik nog ken van vroeger. En hij is nu directeur van de basisschool waar ik vroeger op heb gezeten. Ja, en die vertelde dat er zoveel moois gebeurt. Vrijwilligerswerk, mensen die zich inzetten voor vluchtelingen en taalles geven. Ja, eigenlijk zijn dat de dingen die je wil horen en die in de kranten moeten staan. En nu heeft Steenbergen ook een soort lelijke stempel. Ja, maar je ziet het ook in de verkiezingen terug. Hè? PVV is de grootste partij in Steenbergen. Ja. Dus er is wel iets aan de hand. Ik weet niet of jij het allemaal verknoeid hebt daar, maar... Ja. Er is wel iets aan de hand. Ja, dat is een soort... de angst voor de ander. Ja, de angst voor het onbekende. Wat enorm hoogtij viert eigenlijk op dit moment. En dat is heel jammer. Want angst verlamt. Angst zorgt ervoor dat je niet verder wil kijken dan je neus lang is. Ja, jij zat in de zaal, hè? Nessa, bij zijn voorstelling. In, waar was het? Ik was in Den Bosch. Ja, ik heb hem gezien. En... Ik was echt lyrisch. Ik zei het net voor de uitzending al. Ik heb het ook op mijn Facebook gedeeld en gezegd... iedereen moet het kijken. En de dag daarna gelijk kaarten van mijn ouders gekocht. En wat het verhaal natuurlijk zelf raakte mij. Maar ik heb zelf een Nederlandse moeder, een Marokkaanse vader. En als jij naar de televisie kijkt... dan zie je vaak toch de verhalen van de mensen met een volledig Nederlandse achtergrond. En wat voor mij vooral heel bijzonder was aan de voorstelling... is dat ik ook heel veel dingen zag waarvan ik dacht... oh ja, dat was in mijn jeugd ook zo. Ik had ook die spreekbeurt waar jij over vertelt... over Marokko waar je een vlaggetje vasthoudt. als ik als kind televisie keek... dan zag ik heel veel dingen die in mijn leven ook voorkwamen... maar ook heel veel dingen niet. En de herkenning. De herkenning, dat raakte mij nog wel... het meest. Je kwam ook aan het woord in die voorstelling. Jij weet dat nog, hè? Ja, ik weet het heel goed. De zaallichter ging aan en zij kreeg het woord. Ja. Wat vroeg je aan haar dan? Dat ging over de zorgen in de maatschappij. Of zij zich ook zorgen maakte over hoe het gaat in de samenleving. Ja. Ja, en daar kwam een nogal best wel indrukwekkend antwoord uit. En na afloop zocht ik haar nog op, maar ik kon het niet vinden. Toen heb ik eigenlijk met andere mensen uit het publiek heel vaak... Was dat echt het onderwerp van het gesprek? Wat ze toen zei? Maak je je zorgen, Nessa? Ik maak me daar ook wel zorgen over. En ik heb Nasreddin ook wel gevolgd de afgelopen jaren. En ik zeg wel, ik heb heel veel dingen ook gedeeld. Dus ik vond het ook heel bijzonder om hem vandaag te ontmoeten. Ja. En ik groei echt letterlijk op tussen de twee culturen. Met een Nederlandse moeder en een Nederlandse familie enerzijds. Een Marokkaanse vader, een Marokkaanse familie aan de andere kant. Dus ik hoor... uit beide kanten, zeg maar, wat er speelt en waar mensen zich zorgen over maken. Dus ik kan het alleen maar aanmoedigen en ik deel het heel erg. Ja. Nu hebben we een klein beetje de overgang gemaakt naar jou, Nessa, de psycholoog. Ze is psycholoog geworden. Ze heeft gewoon werk als psycholoog. Maar elke vrijdagmiddag verschijnt er op YouTube ook een filmpje van haar met tips van de psycholoog. Hier bijvoorbeeld een tip voor al die jongeren die deze week beginnen aan hun eindexamen. Dit is de laatste tip van deze video en wat mij betreft echt de beste tip ever. Hij heeft mij namelijk tijdens mijn studententijd echt door al mijn tentamens heen geholpen. Wetenschapper Testu heeft namelijk 10 jaar lang onderzoek gedaan naar de invloed van slaap en biologisch ritme op schoolprestaties. En dit is wat hij ontdekte. Let op. Het allerbeste kun je leren tussen 10 en 12 uur 's ochtends, opgebouwd vanaf 9 uur,
En tussen 3 en 5 en dan opgebouwd vanaf 2 uur. Tussen 12 en 2 kun je weer het beste niet leren. En tussen 8:30 ochtends en 9 uur kun je ook beter niet leren. Want dan heb je gewoon geen piekmoment op het gebied van aandacht, concentratie en informatieverwerking. Het is niet productief. Ja, en Christophe die zit te kijken en die zegt, ik denk dat ze vooral onthouden dat je tussen 12 en 2 niet moet studeren. Nou, ik hoop het niet. Maar is het echt zo? Kun je dat staven met psychologisch onderzoek? Dat je tussen 12 en 2 wat minder, gewoon de ouderwetse siesta eigenlijk een beetje. Ja, nou heel veel landen houden wel ook dit vast als werkritmes. Nou, sowieso alle adviezen die ik geef in de video's, die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En dit advies specifiek is echt een meneer geweest, die heeft daar 10 jaar lang non-stop onderzoek naar gedaan. Dus ik denk dat je wel met zekerheid kan zeggen dat dat dit aanneembaar ja, is. Ja. Heel veel mensen hebben last van eindexamenstress. Er zijn heel veel jongeren die nu al nerveus zijn, misschien minder goed slapen, faalangst hebben, denken van ik weet het niet op het moment dat ik daar zit. Ja. Geef ze een tip. Help ze. Geef ze een tip. Nou ja, ik zei al, er zijn heel veel ontspanningsoefeningen die je sowieso kunt doen om ervoor te zorgen dat je rustig het examen ingaat. Dat is wel heel erg helpend en ook echt bewezen werkzaam. En dat is heel makkelijk. Je kunt gewoon ook naar YouTube gaan, niet eens per se op mijn kanaal Google, of, ja, YouTube invullen, ontspanningsoefeningen en dan komen er honderden langs. Maar wat ook heel erg bewezen werkzaam is, om eigenlijk van tevoren te visualiseren hoe dat jij het examen ingaat, hoe je naar je tafeltje loopt, hoe je gaat zitten en hoe je alle antwoorden weet. Want dat gevoel van zelfvertrouwen wat je dan met je meeneemt, dat gaat ervoor zorgen dat je ook minder snel een blackout krijgt, dat je meer ontspannen voelt en dat je daardoor ook weer beter gaat presteren. Maar je moet ook presteren. Wel studeren, hè? Studeren. Niet alleen maar visualiseren, ook studeren. Nou ja, als het echt puur gaat over met een ontspannen gevoel erin gaan, dan helpt het visualiseren. Maar het zal inderdaad niet ervoor zorgen dat je ineens uit het niets alle antwoorden tot je komen zonder dat je iets gelezen hebt. Nee. Wat is dat jij mensen dit soort tips wil geven? Waarom wil je dat? Ik werk zelf met jongeren. En ik ben als psycholoog gewend om informatie mee te geven nadat ik een gesprek heb gehad. En ja, die artikelen en boeken die ik dan adviseerde, die werden gewoon niet gelezen. En zij zelf zitten allemaal urenlang op YouTube filmpjes te kijken. Ik zelf kijk veel naar YouTube filmpjes. Dus ik dacht, ik ga die filmpjes zelf maken en daar die tips in geven. En heel veel van die tips gebruik ik ook zelf in mijn eigen leven. En nog één stapje verder, waarom ben je psycholoog geworden? Nog niet zo vreselijk lang geleden, dus dat weet je nog. Nou ja, ik was 16 jaar toen ik de keuze moest gaan maken. Dus toen was ik nog best wel jong. En ik was gewoon helemaal gefascineerd over allerlei gedragsexperimenten. Ik keek heel graag naar Dr. Phil. Dr. Phil? Ja, de welbekende Dr. Phil. En ik dacht van ja, dat wil ik ook. Ik wil ook mensen helpen en met hun psychische problemen. Ja, ik vond het gewoon heel, heel boeiend. Ja. Toch een beetje de wereld verbeteren? De wereld verbeteren. Ik weet niet of ik toen al zo als een moraalridder instond. Maar ik vond het toen gewoon vooral echt heel fascinerend. Dat gewoon twee mensen op eenzelfde situatie op een compleet verschillende manier kunnen reageren. Of hoe mensen in groepen zich gedragen, vond ik echt heel boeiend. Dus ik wilde gewoon meer ervan weten. Ja. Ontspanningsoefeningen, heb jij die wel eens nodig voor een voorstelling? Of voor een lezing, 5 mei lezing? Ja, ja, zeker wel. Ik ben ook wel een paar keer bij een psycholoog geweest, hoor. Voor bijvoorbeeld? Nee, ik heb nogal last gehad van de angsten wel in mijn leven. Ja, paniekaanvallen en zo, angstaanvallen. Ja. En daar hielp die paar sessies heel erg bij. En heb ik een paar simpele tools gekregen. En die werken vooralsnog heel goed. Ja, met name bijvoorbeeld het irrationele met rationele gedachten, dat je die heel goed moet scheiden. En als je eenmaal in een soort paniek zit, dan gaan die irrationele heel erg werken. En die worden dan waarheid, terwijl het is helemaal geen waarheid. En nou, dan is het aan jou om dat voor te zijn. Of zo. Ja, heeft het goed geleerd? Ja, ik hoef niks meer te zeggen. Nee, maar zeker paniekaanval is iets waar superveel mensen tegenaan lopen. En dat is echt heel goed te behandelen. Daar kun je echt met een paar sessies al enorme stappen over maken. En dat zijn ook dingen waarvan ik denk van ja, die tips, daar hoef je als je 1 keer last hebt van een angstige situatie, niet voor naar een psycholoog. Die kun je ook gewoon ergens op YouTube. Op YouTube vinden. Nou ja, goed, ik vond het dan dus niet nuttig. Dus ik dacht in dit geval, dat maak ik zelf.
Ja. Maar ja, om de stap wat kleiner te maken. Heel veel mensen denken dat ze daar maar jarenlang mee moeten rondlopen. Nou, ik denk met name de jongeren waar jij je op richt via YouTube, dat het een hele stap is om naar een psycholoog te gaan. Ja, hè? Enorm. Maar niet eens zozeer... Ja, ik zeg jongeren, maar dan moet je echt denken tot 35 jaar. Er zijn enorme stijging bij jongeren met psychische problemen. En het blijft gewoon echt een taboe. Je ziet wel dat er wel wat makkelijker gesproken wordt dat mensen naar een relatietherapeut gaan of iets dergelijks. Maar heel veel mensen hebben het idee dat je echt een hele ernstige psychische stoornis moet hebben voordat je een keer naar een psycholoog kunt. Ja, ja. En niet omdat je bijvoorbeeld een aantal keer last hebt gehad van een paniekaanval of... Kijk jij ook wel eens met een psychologische blik naar wat waar Nasreddin het over heeft? Namelijk het verketteren van bevolkingsgroepen, elkaar in een hoek zetten, hè, wat jouw onderwerp is. Is dat ook psychologie? Dat is zeker psychologie. En dat is vooral sociale psychologie. Dat is wat ik zeg, hè, groepsgedrag, de dingen die ook in onze maatschappij gebeuren. Daar zijn heel veel verklaringen voor te vinden. En ook heel veel onderzoeken die dat eigenlijk... Maar het afwijzen van dat wat anders is, bijvoorbeeld, dat zit mensen diep, hè? Nou ja, het, een van echte de kernwaarden van de mens is dat we andere mensen die op ons lijken en hetzelfde als ons zijn, dat we die sneller aardig vinden. En dat is denk ik ook wel een probleem wanneer er tussen bevolkingsgroepen een scheiding gemaakt wordt. Dan vind je die mensen die niet tot jouw bevolkingsgroep horen ook snel minder aardig. En maar dat helpt zijn pleidooi dan wel als je zegt, jongens, hou van elkaar. Het is een beetje flower power, hè, wat je zegt. Van, laten we van elkaar houden, toch? Jij maakt samen één. En dat is met de labels. Ja, vooral die labels. Die... Ja, maar dat doen mensen, hè? Dat is psychologie, toch? Zo zitten we in elkaar, of niet? Ja, dat is oké, dat mensen dat doen. Maar wat er achter die label zit... Kijk, je kan iemand labelen, maar je kan iemand ook labelen als zijnde slecht. Mm-hmm. En daardoor niet meer mee willen communiceren. Ja. Terwijl die communicatie is op dit moment volgens mij heel belangrijk. Ja, dat is ook wat Nesla zegt. Als je de verschillen benadrukt, dan wordt die andere nog anders en dan wijzen we hem nog meer af eigenlijk. Ja, terwijl de verschillen juist vooral in de samenleving zoals die nu is, met alle diversiteit en wat alleen maar nog diverser wordt, juist iets is waar we kracht uit moeten halen. Roosendaal. Daarvoor is nieuwsgierigheid belangrijk. Ja, Roosendaal. Ja. Aanstaande donderdag. Hè? Ja, opeens sta ik in een grote zaal. En er zijn dus nog plekken. Er zijn nog heel veel plekken. Ja, ik was uitverkocht in een kleine zaal, maar dat was een zaal van 200. Nou, heel Steenbergen naar Roosendaal, nu, denk ik dan. Ja, dus bij deze een oproep. Waar moet ik kijken? Kom, Brabant, kom naar Roosendaal. Alsjeblieft. Er zijn nog heel veel kaarten. Een zaal van 800. Dus, ja. 11 mei is het, hè? 11 mei, 11 mei donderdagavond. Ja. Goed. Acteur Nasreddin, tja, dankjewel. Acteren hoort ook een beetje bij politiek. Gevaarlijke overgang. Is het acteren als je dan weer in Den Haag op die deur staat te bonzen? Kort antwoord. Ja, voor een deel is het acteren. Hè? Ook, ja, je moet wel nadenken over hoe je boodschap brengt. Ja, en wanneer. Ja, en deze week was het weer zover. Ja, absoluut. Ja. En, nou goed, dank jullie wel. Dit was het. Donderdagavond dus naar Roosendaal. Er zijn nog plekken. Nesla, dankjewel. Ja. Vrijdagmiddag weer een nieuwe video, denk ik, hè? Elke vrijdag. Iedere vrijdag om 4 uur. Ik ga kijken. Allemaal ik ga abonneren. Kijken. Dit was Kraak. Zondag 6 mei. Fijn dat jullie er waren.
Ja, ja. Naar de jongeren aanspreken om een plek te claimen. Om gewoon hun leven te leven zoals ze die willen ja. leven. Dat is ook het enige ja. wat kan. Maar in de media wordt altijd zo die... Ja, ja. En dat leren ze te weinig op school, vind ik ook. Hoor, jongen, dat gewoon die media werkt. Ja. Lezen dat het vaak incident is. Ja, ja. We gaan even de afkondiging over doen, want die liep even in de soep. Dan zal ik even... Als jullie gewoon... Ik heb geen microfoon nodig. Nee hoor, nee. Zeg maar wanneer het kan, hè? Ja, ja. Dit was Kraak van zondag 6 mei. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel. We zijn er voor... Het is ook moeilijk. Iets te lezen... Ja, oké. Okay. Staat ja, ik heb het zelf verkeerd geschreven. Ja. Okay. Het was gisteren 6 mei toen ik het schreef. Dit was Kraak van zondag 7 mei. Fijn dat jullie er waren, dankjewel. We zijn er volgende week zondag weer met 3 gasten op de bank. Wie dat zijn, dat weten we nog niet. Kijken dus volgende week. Fijne zondag verder. Dankjewel. Dankjewel. Nee, het is alleen een aankondiging. Ik geloof wel dat we ze af en toe laten zien of zo, maar dan moet je het zelf weten. Zometeen in Kraak, Nazedien Djar uit Steenbergen vertelt op het toneel en in de 5 mei-lezing over de verdeeldheid in Nederland. Nesla Driouche uit Den Bosch is psycholoog en probeert jongeren via YouTube te helpen. En Christophe van der Maat wil als provinciebestuurder voorkomen dat Brabant dichtslipt door files. Dat zometeen in Kraak. Ja, dan weet ik niet hoe die andere anders moet, maar... Zelfrijdende camera's. Zo dadelijk in Kraak. Nazedien Djar uit Steenbergen vertelt op het toneel en in de 5 mei-lezing over verdeeldheid in Nederland. Nesla Driouche uit Den Bosch is psycholoog en probeert jongeren via YouTube te helpen. En Christophe van der Maat wil als provinciebestuurder voorkomen dat Brabant dichtslipt door files. Dat zometeen in Kraak.